Shot 7 en actie. Vrolijk of teleurgesteld? Dat is slecht te worden. Behalve week dat is moeilijk. Dat is veel beter. Actie. Zet hem op. Zet hem op. Requires 47. Dat gaat niet worden, Michael. Shot 28. En actie. 47. Dames en heren, ik sta hier op de markt in Bokstel. Zometeen vindt hier de huldiging plaats van Michael van Gerwen. Hij werd tweede in de WK Darts in Londen. Meneer Van Brumme, burgemeester, u valt volgens mij wel met een neus in de boter. Ja, dat klopt. Als je waarnemend burgemeester bent en je zit hier zo'n 9 maanden en je komt op deze wijze in het nieuws, ja, dat is echt een feestje. Ja, ja, want Michael heeft eigenlijk boksen wel een klein beetje op de kaart gezet, hè? Nou, niet een klein beetje, behoorlijk op de kaart gezet. Als ik overal waar ik kom en ik zeg, nou, ik zit op dit moment waar te nemen in Boksel, dan zeggen ze, oh ja, Michael van Gerwen. Dus dat betekent nogal wat, ja. Niet alleen hier, maar overal in de regio en in Nederland, denk ik. Ja, natuurlijk. Ik kan hem zelf leggen. Ja, ik kan niet daar. Ik ben het zusje van Michael. Jij bent het jongere zusje? Ja, er zit er nog eentje onder. Oh. Is op het moment niet. Want met hoeveel zijn jullie thuis? 4. We hebben met Michael de viral opgenomen. Heb jij die al gezien? Ja, die heb ik gezien. Vond het erg leuk. Want jij woont nog in Boksel? Of? Ja, ik woon nog thuis. Dus jij gaat hem op welke zender zetten? 47. Goed zo, dankjewel. Ja. Meneer, ik wil u even van harte feliciteren met uw kleinzoon. Het is een enorme prestatie. U zult vast heel trots zijn. Dank je, zeker wel. Alle wedstrijden gekeken, hè? Ik heb alle wedstrijden heb ik meegezien, zolang als ik wakker kon blijven en als ik het vol kon houden. Wat een talent, hè? Huh? Ja, ja. Heeft hij dat een beetje van u, dat talent? Nee, van mij neemt je niet, want ik gooi een stuk nef in het bord als ik moet gooien. Dan ga ik maar niet naast het bord staan als u gooit. Nee, bij mij hoeven ze niet te komen. We hadden gepland om 4:30 de officiële huldiging te gaan doen. Dat doen we voor het gemeentehuis. We hebben keurig podium neergezet. Het wordt keurig klaargemaakt op dit moment. Dus daar gaan we voor geheel Boksel. Gaan we Michael huldigen voor zijn prestatie die hij gedaan heeft. We wilden jou vragen om het eerste stuk eruit te snijden voor jouzelf. En dan zullen onze bodes het dan overnemen. Onze bodes nemen het dan over, Michael, omdat wij dachten van jij zult hem anders in 4 snijden. Ja, dat was ook niet de bedoeling. Dus als jij het eerste stuk doet en dan spreken we elkaar dadelijk om 4:30 officieel op de markt. Ik wens jullie allemaal een hele prettige middag toe. Je wordt vandaag gehuldigd hier. Wat doet dat met jou? Ja, altijd leuk natuurlijk om zoiets te doen. Het is altijd toch apart. Ik heb een heel mooi toernooi gedraaid en helaas ook niet heb gewonnen. Maar dan heb ik wel iets honger voor volgend jaar natuurlijk. Want volgend jaar wil ik natuurlijk winnen, heel simpel. En wat deed dat nou met jou toen je tweede werd? Baalde jij? Ja, tuurlijk. Je baalt altijd. Maar daar ben je sportman voor en daar wil je voor winnen. En ik ben een winnaar en geen verliezer. Ik wil altijd heel graag winnen en als het dan niet lukt is het altijd zuur. Had je verwacht dat je zover zou komen? Ik was goed in vorm de afgelopen jaar, dus ik wist wel dat ik het goed kon doen. Maar ik stond wel grandioos te gooien dit toernooi en dat is altijd mooi dat het op dit toernooi toch eruit komt. Daphne, jij was in Engeland, jij was erbij, hè? Ja, alleen de finale. En wat heb jij daar ervaren? Hoe was dat voor jou? Spannend. Ja, het was echt spannend.
Ik zag je wel fel reageren natuurlijk. Ja, ja, altijd. Want je zit daar en je kan alleen maar kijken. Wat ging door jullie heen toen hij tweede werd? Voor ons was hij kampioen. Ja, dat maakte voor ons niet uit. Hij heeft een super jaar gehad, hij was onze kampioen. Ja. Maar ja, pech gehad, hè. Ja, maar wel gelukkig. Ja, dat denk ik ook. Het is een super prestatie natuurlijk, hè, dat hij tweede. Natuurlijk ben ik er trots op. Tijdens de break, hè, zag ik jou en anderen ook af en toe echt lopen. Waar gingen jullie naartoe en wat deden jullie daar? Nou, we pauzen en kunnen of naar het toilet of nog wat drinken op je gemakje. Op het podium mag je alleen maar water drinken. Achter kun je ook een colaatje nemen of zo. En wie zijn er dan bij jou? De officials zonder wedstrijden en meer niet. Maar zodra je het podium opgaat, dan is het ieder voor zich. En dan is er geen coach meer, dan moet je het zelf doen. Dan luister je op dat moment toch niet. Je zit zo vol met adrenaline en je wil gewoon gaan. Je wil gewoon blijven gooien. En dan soms is het goed een break, soms niet. En in mijn geval heeft het misschien wel verkeerd uitgepakt, sommige breaks. Dus. Maar heb ik niet minder een toernooi doorgedraaid. Sowieso wel knap dat je er staat en dan dat je nog in de finale komt, helemaal super. Jij gooit zo vaak 180, 180. Hoe doe je dat nou? Dat gaat zo los uit de pols, man. Ja, af en toe is het makkelijk om 47 te gooien. Alweer 47, daar word ik een beetje gek van. Dat is gewoon, ik kan mij 10 uur per dag laten voetballen, maar ik zal nooit een fatsoenlijke bal in de kruising schieten. Dus dat is het verschil, je moet ook talenten voor hebben, aanleg en je moet veel trainen. En dan tegen Weet heb je op een gegeven moment die 9-darter gegooid? Tuurlijk, het was allemaal net spannend. Het feest werd helemaal gek. En die 9-darter, dat is je tweede 9-darter miste. Ja, toen ging het dak er helemaal aan bij ons natuurlijk. Ja, dat was zo super. Ik gooi hem precies zijn. Lekker voor gooi ik ook 2 perfecte pijlen om uit te gooien. Dus in principe heb ik 19 perfecte pijlen op rij gegooid. Maar dat wil niks zeggen. Het is mooi dat je 9-darter gooit, maar met een 9-darter gooien win je geen wedstrijden mee. Je moet de wedstrijd winnen, dat is wel belangrijk. En als je dan de 39 in die wedstrijd gooit, dan is het mooi. Wat was eigenlijk het eerste wat jij tegen hem zei? Ja, dat duurde even voordat ik hem zag. Want daar moest natuurlijk een pers en alles. En wel dat ik gewoon ook trots op hem was. Je bent opgegroeid in Boksel, Michael. Waar heb je eigenlijk leren darten? Waar ik heb leren darten thuis. En daarna, ik ben bij Veldnoord heb ik veel gedart altijd vroeger. Toen Angela en John erin zaten. Ik ben bij Nans Café vroeger veel gedart. En bij de boeren in Boksel heb ik vroeger veel gedart. Maar in principe ben ik gewoon thuis begonnen met darten. Want toen was ik 13, mocht de kroeg nog niet in. Heb jij hier ook een kroeg in Boksel op de markt waar jij wel eens komt? Ja, ja. Als ik ergens naartoe ga op de markt, is altijd ga ik naar Mark. Dus Mark de Moos. Dus dan vind ik het altijd heel gezellig. Dus dan komen ook allemaal vrienden. Heb jij nog steun gekregen van Boksel tijdens jouw finale? En wat voor steun heb je gekregen? Ja, heel veel. Ik heb heel veel berichtjes gehad van iedereen. Veel sms'jes, noem maar op. We waren gewoon met z'n allen. En na de wedstrijd zijn de buren nog gekomen. En de buurt is nog allemaal gekomen. Kaartjes in de bus gegooid van felicitaties. Dus dat was wel heel leuk. Nee, dat is gewoon hartstikke mooi. En het is, maar ik heb het altijd dan zo druk op zo'n dag. Dan krijg ik heel weinig van mee. Dan lees ik toch pas achteraf. Als ik boodschappen ga doen, dat echt een uur duurt voordat ik klaar ben met boodschappen doen. Iedereen spreekt je aan van wat geweldig. Ja, Boksel is trots en ik ben ook trots. Woon je nou nog in Boksel? Of? Nee, ik heb mijn huis gekocht in Vlijmen.